En dan ben ik een tijdje thuis en ben ik alleen vergeten om... Zo, hè, dat is gebeurd. Zo, en dan ga ik klaarmaken om naar de winkel toe te gaan, want dat moet ook even gebeuren. Zo speciaals. Eigenlijk heb ik mijn bami slieter gehaald, dus me. En dan ben ik thuis gekomen van de gesprek. Super tof, jullie kijken naar de nieuwe vlog. Mijn naam is Sanne Pas, zoals iedereen weet. Ik ben net wakker. En net de wekker afgegaan. Over een kwartiertje is alweer 9 uur alweer trouwens. Voor mensen die het willen weten. En ik ga nu even lekker koffie zetten. Om gewoon te vinden, kan jij eten geven? Hè? Ja. Zo, hoppa. En dan ga ik ook nog even mijn haar in een knot doen. Want dat moet ook nog gebeuren. Dus, vandaar. Even een lepeltje erin. Gaaf. Zo. Ja. Zo, hoppakee. Kijk eens, jongen. Alsjeblieft. Zo. Dan koffietime. En dat zei, gewoon lekker bak koffie. En dan is zeker melk erin. En dan klaar is Kees. Dus, in de tussentijd krijg je melk van mijn smart. Ga koffie zetten. Zo, hoppakee. Zo, koffie gezet, die is aan het lopen. En nu maar even wakker worden maar. En het is al na 2 minuten, het is al in 2 minuten gedaan. Dus dat is al best wel snel gedaan, eigenlijk. Allee. Ik merk al dat ik wel een beetje nog gaar ben. Maar ja, in ieder geval, computer aan. En het maar. En dan ben ik een tijdje thuis en ben ik alleen vergeten om een rolgordijn omhoog te gooien. Ja, dat vind ik lastig, echt wel veel. Maar ja, shorts en TikTok filmpjes op zitten posten. En nu is het alleen bagger weer buiten. Niezert. Ik liep er al doorheen, ook in de ochtend. Dus dat is ook wel verschrikkelijk irritant, maar ja. De laatste tijd is dat veel. Nu maar even lekker wachten tot die dingen op mijn computer zit. Wat ik wil hebben. En dan ga ik maar wachten tot ik kan posten. Dus dat moet ik eerst doen. En dan kan ik lekker relaxen. Word ik niet echt relaxen, want ik heb nog hier afwas staan. Dan ga ik even maar ook even lepeltjes eruit halen. Zo. Die kan er mee gewassen worden, afwas geworden. Die kan weg. Die kan weg. Die kan ook weg bij karton. Zo. Hoppa. Hoppa. Want die wil ik allemaal weg hebben. En dan is het meestal gedaan. Het enige wat ik nog moet pakken zijn alle borden namelijk. Het moet ook allemaal afgewassen worden. Zo. Hoppa. Oké. Die ga ik naar de keuken. Dat is wel chill als ik door dat ik uit die bakje zit te eten de laatste tijd. Komt het maar ook minder afwas, zit ik nou te kijken. Dus je hoeft het alleen eigenlijk weg te gooien. En dit zit. Alleen het bestek wordt dan best wel veel, wat eigenlijk nu ook al veel is. Maar maakt niet uit. Dan heb ik alles gehad. En het is ik heb niet echt koud eigenlijk. Het is een lekker temperatuurtje. Als ik zit net toevallig te kijken naar de thermometer. En hier zit gewoon 22 graden. Best wel lekker. Ik heb het niet koud of zo. Dus, maar wat ik wel de laatste tijd heb is een beetje last van mijn linker schouderkant. Ik weet niet hoe het komt. Ik denk, ik ben sinds kort natuurlijk hier op de bank gaan zitten. Ik denk dat ik door die bank kom namelijk. Maar dat weet ik niet zeker.
durf ik niet op, eigenlijk op te antwoorden. Dus, hè? Ja, nee, jij hebt wel, jij krijgt al te veel eten. Hé? Hey? Hey. Kan je? Jij krijgt al te veel eten, dus je krijgt niks. Ja? Is dat oké? Ja, ik weet dat je eten wilt. Maar je krijgt te veel. Hé. Hey. Ja, je krijgt te veel. Anders word je dik, jongen. Je beweegt al niet zoveel. Hé. Hey. Lievert. Grote vriend van me. Nu wil je altijd weer likken. Nee. Is het een beetje aandacht wat je wilt? Hé. Hey. Is het een beetje aandacht? Hè? Is een beetje aandacht. Hè? Ja, hè? Ja, hè? Het is een beetje aandacht wat je wilt, hè? Ja. Het is nu lekker spinnen. Even met je baasje krullen, vind je lekker, hè? Nee, toch niet. Oké. Okay. Eventjes maar. Hè? Eventjes schoelen met je baas. Ja, dus dat. Ja, zo. Nu maar even wachten tot hij klaar is. Want, ja. Ik had wel snel gedaan hebben allemaal. Dus, dat ik daar niet naar om moet kijken. Ik soms af en toe vergeet ik te posten. Denk ik, oh ja, shit. Wacht, ik zie nou een lege fles staan. Oh nee, dat is voor mij geen statiegeld, hè? Nee. Maar dan moet ik ook nog doen, eigenlijk lege flessen wegbrengen. Want de laatste tijd is die Suderans eigenlijk ook flesjes, ook verse Suderans flesjes, ook nou statiegeld. Dus ik denk bang ook dat ik een paar ervan al weg heb gegooid. Maar ja, kan gebeuren. Kan niks meer doen. Maar ja, in ieder geval nu hou ik gewoon even in de gaten dat het gebeurt. Nu heb ik echt alle kopjes. Dus dat is ook weer gedaan. Het enige wat ik moet doen is het afwas. Dus dat ga ik nu even maar doen. Zo, hè, dat is gebeurd. De afwas. Alleen wacht. Ik kan wel even het dingetje eruit. Nee. Nee. Oh, zo, even mijn hand even drogen. Gaan met één moeilijk met één hand. Maar ja, maakt niet uit. In ieder geval, ik ga kijken of ik dingen op mijn computer kan doen. Wat ik wil doen namelijk. Dus we gaan kijken of ik dat ga lukken. En mijn shorts op YouTube te zetten. Zo, en dan ga ik klaarmaken om naar de winkel toe te gaan. Want dat moet ook even gebeuren. Portemonnee mee, alleen telefoon nog even mee. Dan heb ik alles. Dus laten we dat even maar doen. En dan gaan we even richting de winkel. En denk ik even tussentijd een beetje meenemen. Twee, denk ik. Dus ik ga even richting de winkel. En dan gaan we even boodschappen doen. Want dat moet ook even gebeuren. Let's go. Zo, en dan ben ik thuis als Thijsje. En heb ik lekker gegeten. En dan is iets zo speciaals. Eigenlijk heb ik mijn bami slieter gehaald. Dus mie. Met spinazie versus spinazie. En gehakt. En iets van cheese. Of zoiets. Iets met kaasachtig iets. Maar nu zit ik ook te wachten tot mijn begeleider aankomt. En dit is een andere begeleider die mij normaal komt halen. Want ik zit nu al te kijken of diegene aankomt. Maar ik denk over een half uurtje dat diegene eraan komt. Want ja, ik ga naar de cliëntenvergadering voor, ja, ik heb het al eerder over gehad. Voor mensen die niet weten, het is juist dat ik me voor andere zorg, dus eigenlijk voor deze zorg gaan praten met de andere zorg. Hoe het daar gaat, bla bla bla, zoiets moet je een beetje bekijken. En daar ga ik het over hebben vandaag in de vergadering. Alleen moet ik niet vergeten om eigenlijk iets mee te nemen. Wat eigenlijk belangrijk is, dat is dit. Deze brief wat er allemaal op staat. Van de verbod, ja. Dus dat is. En dan ga ik klaarmaken om dadelijk weg te gaan. Ik heb er niet echt zin in, maar het moet wel even gebeuren. Dus ik ga maar even wachten. Dus laten we dat even met doen.
even wachten tot ik opgehaald word. En dan ben ik thuis gekomen van de gesprek. Ging supergoed. Ja, ik heb ervaren. Oh nee, nee, soort donker bui. Ik denk dat het weer gaat regenen. En ik zat net toevallig met de begeleider over regen. En het gaat dadelijk nog gewoon keihard regenen. Niet normaal. Gewoon dadelijk morgen als ik naar mijn werk ga, gaat het keihard regenen. Oh, ik heb er nu al geen zin in. Zo, en dan ben ik geweest relaxen achter de computer. Maar ik ga lekker klaarmaken om zo meteen al naar bed te gaan. Al is het nou echt 10 uur geweest. Ik dacht, weet je, maakt het uit. We gaan even later naar bed. Even wat later. Dus ja, nou maakt het toch niet meer uit. Ik ben toch laat in bed de laatste tijd. Dus maakt het nou niet uit als ik nu op de eerder in bed ga. Ik denk wel dan 11:30 dat ik weer richting bed ga en dan slapen. Dus dat wel. In ieder geval, maar even lekker relaxen op de computer. Eventjes maar al een goede vergadering gehad trouwens vandaag. Maar ja, even wel raar is Jan, die is ineens uitgevallen. Oh nee. Ik heb het anders gewoon stil gedaan staan. Nou, gaan. Ja, oké. Dus dat. Nu maar even relaxen achter de computer. Dus laten we dat ook maar even doen. Zo, dan ga ik nu weer klaarmaken om naar bed toe te gaan. Morgen weer een dag. Morgen weer werken. En nu lekker mijn bed in. Ga ik hier lekker alles afsluiten. TV, mijn computer. En de beelden snel op mijn computer zetten. En dan lekker slapen. Dus dat ga ik doen in ieder geval. In ieder geval, mijn computer moet ik nu afsluiten. Want ik ga dingen nog doen op de computer. Maar ik had iets gevonden. Maar ik ben bang dat ik het kwijt ben. Maar het komt wel een keer goed. Want ik zoek zo iets. Maar ja, het komt wel een keer. Ik ga in ieder geval lekker vlog wel afsluiten. Ik wil jullie in ieder geval bedanken voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop jullie in ieder geval deze vlog leuk hebben gevonden. Al is het niet wat ik heel veel gedaan heb. Omdat ik vergadering had. En dat ik mijn afwas heb gedaan. Nou, het is niet altijd leuk om te filmen natuurlijk voor jullie. Maar wel dat ik het heb gedaan. En ja, ik ga lekker klaarmaken naar bed. Ik wil jullie nogmaals bedanken voor het kijken. Ik zeg alvast veel kijkers in een gloednieuwe vlog. Om 1 uur. En dan zeg ik hierbij. Laters. Jij hebt honger, hè? Ja, ik kom het alweer aan je. Ja, daar heb ik wel zin in. Dus dat ga ik sowieso even lekker doen. Ik dacht.